Zo. Als een jong verliefd stel zitten ze op de bank. De 94-jarige Teunis en de bijna 93-jarige Aaltje. 70 jaar geleden sloeg de vonk over in de buurt van Hardenberg. Toen stond ik daar bij de Vechtbrug. En er kwam een hele troep aan. En er kwam ook een stuk of wat meisjes aan. Met een fiets aan de hand. En daar was zij bij. En ik zag haar. En mijn oog viel op haar en haar oog wou niet weer weg. Teunis was op slag verliefd. Van haar kant moest de liefde groeien. Gezondheid. Op de gezondheid. De afgelopen 70 jaar waren niet altijd even makkelijk. We hebben het ook wel eens moeilijk gehad. Nog met ziekte. En dat financieren was toch eerst lang niet makkelijk. Het was in de oorlog. Maar nu hebben we het prima. Het huis staat vol bloemen en buren en familie lopen af en aan. 70 jaar getrouwd is heel bijzonder. Maar helemaal bijzonder is het dat ze nog altijd zelfstandig wonen en alles zelf doen. Ik maak een briefje klaar en dan ga ik naar de winkel en dan haal ik de spullen op. En uw vrouw die kookt nog, die stofzuigt? Die kookt. Ja, ik doe alles nog, maar... Eens even kijken of het nog weer kan, want ik heb een beetje last met mijn been. Vandaag een bijzondere dag, maar het echte feest moet nog komen. Zaterdag met alle kinderen, klein en achterkleinkinderen. Wiep, wiep, wiep. Hoera!